Mijn lijstje heb ik de heer Dassen staan, maar ik zie hem niet. Dan ga ik naar de heer Eertmans. Oh, uit een hele andere hoek. Verrassing. De heer Dassen, Maansvold. Ja. Met zijn dames vandaag wordt er nog op het allerlaatste moment van alles veranderd. Voorzitter, de eerste bijdrage in deze zaal had ik me wellicht helemaal anders voorgesteld. Het is een toch ja, koud bad om in deze sfeer, in dit debat, mijn eerste stappen in deze zaal te moeten zetten. Deze lange dag doet denken dat de bestuurscultuur van Nederland gekenmerkt wordt door wantrouwen. Door het zoeken naar uitwegen. Het wegwuiven van verantwoordelijkheid. Dat het werk in deze Kamer inhoudt dat het gaat om lang zoeken naar informatie waarbij de regerende macht en controlerende macht lijnrecht tegenover elkaar staan. Maar de waarde van besturen koste wat het kost hoger wordt ingeschat dan de waarde van democratie en transparantie. En dat deze indruk wordt gewekt, begon met de openbaarmaking natuurlijk van de befaamde notitie en eindigde met het chaotische debat van vandaag en gisteren. Voorzitter, wat had Fons gehoopt te lezen op de foto's van de notities? Dat er energie en vernieuwing zat in de onderhandelingsstijl bijvoorbeeld. Of dat partijen wilden inzetten op onderzoek en innovatie. De kunst en cultuur wilden verstevigen. Zich laten inspireren voorbij nationale grenzen. Dat het toekomstige kabinet durft te kijken naar een echte Europese parlementaire democratie. En ik kan er wel even doorgaan, maar dat is wellicht beter voor een ander debat. Want voor nu is het belangrijk dat we de bestuurscultuur die op een dieptepunt is aanbeland, weer durven opbouwen. Als een nieuwe partij stellen we ons hier constructief in op. Mevrouw de voorzitter, ik wilde van alles zeggen vandaag, maar gezien wat de afgelopen dagen gebeurd is, ga ik mezelf beperken tot het stellen van enkele vragen. Want voorzitter, we moeten ook vooruitdenken en ik stel vast na alle gesprekken dat een duidelijk mandaat voor een verkenner noodzakelijk is. En hierbij hoort een duidelijke functieomschrijving. Er dient een helderheid te zijn over wat we mogen verwachten. En om die helderheid te beantwoorden of te krijgen, moeten we eerst ook een aantal vragen beantwoord zien. Via u, voorzitter, vraag ik de verkenners: hoe verliep uw sollicitatieproces naar deze functie en welke eisen werden er in dat gesprek met u besproken? Op grond van welke eisen in het bijzonder meende u ook dat u geschikt was om deze functie aan te gaan? En helpt het een proces, een formatieproces, als de verkenners zo dicht op de macht zitten? En hebben wij als Tweede Kamer een duidelijk beeld wat het proces van verkenning eigenlijk is? Wie wat mag doen en wie waarvoor verantwoordelijk is? En waar we dat dan ook met elkaar kunnen vinden? De verkenners noteerden de opmerking van meneer Rutte in hun verslag en schreven de Kamer tegelijkertijd dat geen van de partijleiders met hen over Kamerlid Omtzigt gesproken had. En waarom besloten de verkenners om dit te doen? En wat heeft de ex-verkenners ertoe gemotiveerd om blijkbaar de positie van dat Kamerlid mee te nemen in haar verkenning? En zijn de ex-verkenners het ook met mij eens dat het niet aan hen is, nog aan enkel ander lid van dit huis om over die positie te spreken? En is mevrouw Jorritsma het met mij eens dat de Kamer haar voorzitter kiest en dat bemoeienis van derden daar ongewenst is? En waarom heeft de heer Rutte gelogen over het feit dat daar niemand over Omtzigt zou hebben gesproken? Hoe worden formatieprocessen in andere landen gedaan? En is daar naar gekeken? En kunnen we daar wellicht iets van leren? Denk bijvoorbeeld aan een land als Zweden, wat dat betreft een veelheid ook aan partijen heeft en de nood om coalities te vormen, net als in Nederland. En hoe kunnen we voorkomen dat de mogelijkheid op het loslaten van de vertrouwelijkheid als excuus wordt gebruikt om in de toekomst meer te bespreken in zogenaamde achterkamertjes? En hoe bewaken we de dualistische structuur in het verkennings- en formatieproces? Voorzitter, er is altijd een spanning tussen vertrouwen en transparantie. Het mogelijke risico dat transparantie nu vertrouwen kan beschamen, achten wij op dit moment als noodzakelijk om het structureel te herstellen. Dit neemt echter niet weg dat er besef moet zijn in dit huis dat transparantie en vertrouwen soms op gespannen voet met elkaar leven. En deze balans kan worden bewaakt door een heldere procedure omtrent de verkenning vast te gaan leggen.
Daarbij moet controle als fundament van de parlementaire democratie voorop staan. Zonder dergelijke controle verdampt vertrouwen. En waar vertrouwen verdampt, winnen populisten. Dit is de enorme verantwoordelijkheid die op ons alle schouders rust. Dit is het moment om dat vertrouwen dus ook weer met elkaar op te bouwen. Zodat onze parlementaire democratie ons recht aan doet. Dank u wel. Dank u wel, meneer Dassen. En hartelijk gefeliciteerd met uw medespeech. Ik geloof dat we die nog op een andere manier. Ja, natuurlijk. Dat gaan we inhalen. Want bij medespeech hoort ook een korte schorsing. Meneer Dassen, we laten uw telefoon hier achter voor het weet. Komen we eens af. Komt precies in de ruimte. Maar bij medespeech wordt geschorst en worden bloemen, collega's feliciteerd. Dus dat hebben jullie allemaal te goed. Zo is dat. Dankjewel. Dan geef ik